Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Jongens, dit is een video die ik nooit had verwacht te moeten maken. Maar het is tijd om jullie te vertellen wat er aan de hand is. Zoals je al kunt zien aan de naam van de video, weet je het eigenlijk al gewoon. Ik heb kanker. Ik heb jullie al een aantal maanden terug verteld dat ik ziek ben. Ik heb alleen nooit verteld wat er precies aan de hand was. Maar het is nu tijd om jullie te vertellen ook wat er allemaal is gebeurd. Van het begin tot het einde. Ik hoop ook dat ik met mijn verhaal misschien anderen kan helpen. En hoe ik gewoon al die tijd nog steeds lachend video's heb gemaakt hier op mijn kanaal. Ik ben wel gemiddeld van 4 naar 2 video's in de week. Nou, weet je ook waarom. En ik wil jullie eigenlijk gewoon mijn hele verhaal vertellen en ook gewoon hoe ik hier nog steeds gewoon lachend kan zitten en hoe ik gewoon letterlijk heel deze tijd hier gewoon lachend heb gezeten. Want dat is best wel uniek in mijn situatie. Ik heb het niet kunnen doen zonder God. Jongens, Jezus heeft echt mijn leven gered. Ik heb echt mijn leven letterlijk aan hem te danken. Elke stap die ik heb ik gezet met God, met Jezus. En hij heeft mij gewoon echt gered en ik wil jullie het verhaal gewoon vertellen. Want als ik er nog 1 jaartje mee had gelopen, had ik het gewoon letterlijk niet gered. Ik wilde niet huilen vandaag. Ik ben zo zenuwachtig over deze video, maar nu is het gewoon eindelijk het moment om het aan jullie te vertellen. En ik ben ook blij dat ik het eindelijk gewoon kan vertellen en ik niet meer heel de tijd hoef te handelen met vragen ontwijken, etc. Nou, ik zal gelijk vertellen wat het precies is. Ik heb stadium 4 baarmoederhalskanker. Voor de mensen die hier misschien niet heel veel van af weten en geen idee hebben wat dat inhoudt. Kanker heeft 4 stadiums. Je hebt 1, 2, 3 en 4. Ja, 4. 1 is het minst erg, 4 is het ergste. Dus ik zit echt in de laatste. En dan heb je ook nog 4A en 4B. Als je in 4B zit, is het al helemaal uitgezaaid. En ben je ook eigenlijk niet meer te helpen. Ik ben blij om hier te kunnen vertellen dat ik nog net in 4A zat. Dus ik ben te genezen en ik zal ook gewoon genezen. Ik zal jullie mijn verhaal vertellen. En ook de fouten die ik heb gemaakt en... ik hoop dat ik ook hiermee mensen kan helpen. Ik vertel het jullie nu pas, maar ik weet het al een half jaar. Ik weet het al sinds eind augustus afgelopen jaar. Dus met mijn 27 jaar kreeg ik dit nieuws te horen. Baarmoederhalskanker heeft bijna geen symptomen. En dat maakt het zo gevaarlijk. Daarom ben ik er nu pas achter in stadium 4. Terwijl ik het al letterlijk jaren heb. Het duurt jaren voordat het dus helemaal zo groot wordt als hoe het nu is. Ik heb een tumor van bijna 7 centimeter. En dat is echt heel, heel groot. Nu, achteraf gezien, weet ik precies wat de symptomen waren. Maar je hebt het gewoon niet door. Vooral als je nog zo jong bent als ik. Het symptoom die mij naar de huisarts heeft gebracht is onregelmatig bloedverlies. Ik dacht altijd, ik ben gewoon onregelmatig ongesteld. Dat heb ik al letterlijk jaren en ik dacht gewoon, ik ben gewoon een van die vrouwen die dat gewoon heeft. Whatever. Ik heb er niks achter gezocht en al helemaal niet dit. Maar ja, als je jong bent is dat ook niet iets waar je aan denkt. Maar het werd wel elk jaar erger en erger en erger, maar ik had altijd gewoon iets van, ja, ik weet niet, misschien is het dit, misschien is het dat. Ik dacht altijd iets anders. Maar afgelopen jaar werd het echt zo heftig dat ik wel even iets had van oké, ik moet nu echt terug naar de huisarts en we moeten echt even gaan onderzoeken waarom ik dit heb. Toen zij het allemaal even bekeek, had zij ook iets van jij moet gelijk naar de gynaecoloog. Die dag ben ik nog naar de gynaecoloog gegaan, een paar uur later. En ik had een stagiaire. Nou, zij heeft mij ook onderzocht. En toen hebben ze iets uit mij gehaald. Weet ik veel, ze hebben iets gedaan. En dat werd dan verstuurd voor onderzoek. En dan moest ik 2 weken wachten. Nou, ik heb 2 weken gewacht. Toen ben ik gebeld. En toen zei ze dat er dus, wat was nou het woord wat ze had gebruikt? Er was in ieder geval iets ongewoons gevonden. En ze dachten dat het de voorstadium was van kanker. En dat houdt in dat je dus nog geen kanker hebt, maar dan is er wel iets gevonden wat dat wel zou kunnen creëren. En dat heet zin 1, 2 of 3. 1 is weer de minst erge en 3 is de ergste. Nou, die vrouw zei ook helemaal van maak je niet druk, je hebt geen kanker. Het is gewoon zin 1, 2 of 3. Nou, aan mijn bloedverlies te zien had ik het gevoel, oké, dan ben ik sowieso gewoon zin 3. Maar ja, dan heb ik gewoon een operatie en dan halen ze het eruit. Nou, ik weer terug en toen was wel de gewone gynaecoloog er. En toen heeft zij mij onderzocht. En terwijl ze mij onderzocht, vroeg ik nog zo voor de grap van, en ziet het er allemaal gewoon goed uit? En iedereen bleef stil. Zij bleef stil, iedereen bleef stil. Ik kreeg geen antwoord. En ik had nog iets van, dat is raar dat je daar niet op antwoordt. Toen hebben ze iets van een kweekje uit mij gehaald. En dat moest dan weer worden verstuurd voor onderzoek. En dan moest je 3 dagen wachten. En dan weet je wat er aan de hand is. Toen was ik dus klaar. En toen eigenlijk heeft ze me al gewoon gelijk gezegd. Ze zei gewoon van ik moet officieel eigenlijk wachten op de uitslag van het onderzoek. Maar ik kan het eigenlijk al gewoon helemaal zien.
en je hebt kanker. Dus je moet even beseffen dat ik daar gewoon kwam voor een onderzoek, helemaal dit niet had verwacht. Mijn zus had me nog gevraagd van, moet ik met je mee? Ik zei ook nog van, nee joh, hoeft niet, is gewoon een onderzoek, er is niks aan de hand. En ineens zat ik daar in mijn uppie, 27 jaar, kreeg ik dat te horen. Nou, mijn moeder was toen in Marokko, dus ik was alleen thuis. En toen moest ik dus nog met die informatie 3 dagen wachten op de echte uitslag. Je moet dus even beseffen dat ik daar 3 dagen thuis zat, niets wetende wat ik nou precies had. Ik wist alleen kanker, ik wist niet hoe erg het was, ik wist verder, ik had nog iets van ga ik dood, weet ik veel, ik had nul informatie. En toen heb ik de grootste fout gemaakt ever en ik ging het internet op. Dat moet je dus echt niet doen, want het internet maakt je hoofd echt helemaal gek. Dus toen ik het onderzocht online en ik een beetje de symptomen vergeleek met die van mij, had ik wel iets van, volgens mij zit ik in stadium 4. Ik wist niet 4a of 4b, dus ik ging er gewoon vanuit, 4b, ik ga dood, klaar. Dat was toen gewoon wat ik dacht. Dus ik heb mijn eigen 3 dagen lang helemaal gek gemaakt. Nou, na 3 dagen kwam het terug. Nou, het klopt. Ik had dus baarmoederhalskanker. En ze zegt, je zit waarschijnlijk in stadium 1 of 2. Nou, super erg allemaal. Oké, ik hoopte gewoon op 1, want dan konden ze het er gewoon uithalen. En klaar was het allemaal niet heel erg geweest, zeg maar. Maar ik zat nog wel in mijn hoofd van, ja, maar ik heb wel symptomen van stadium 4. Want bij 4 heb je ook last van je blaas. En ik had last van mijn blaas. Dus ik had iets van, ik weet niet, maar whatever. Nou, toen heb ik nog onderzoek na onderzoek gehad. MRI, scan na scan, et cetera. En toen kwam eruit dat ik in stadium 3 zat. Dus stadium 3 hield dus ook in, het zit nog niet bij de blaas. Dus ze hebben ook een hele behandelplan gemaakt. Ik zou chemo hebben waarbij je haar niet uitvalt. Was ik dus heel blij mee. Maar ik zet geen enkele stap zonder God. Huisartsen, artsen, ze maken gewoon fouten. Ze doen ook maar gewoon hun best, maar ze maken fouten. En met mij hebben ze helaas ook fouten gemaakt en ook echt een hele grote fout. Ik ben naar huis op zich wel blij dat mijn haar niet uitviel, maar ik had iets van, ik weet niet, het voelt niet goed, want ik had echt last van mijn blaas. En hun zeiden dat dat niet kan, want het zit nog niet bij de blaas, bla bla, maar ik had toch wel iets van, iets klopt niet. Het behandelplan was gebaseerd op de MRI die ik heb gehad. En die MRI zei dus dat. Maar ik had iets van, dit klopt niet. Dus ik ging naar God, zoals ik altijd doe. Vooral met hele grote beslissingen als nu. Ik zeg, God, Jezus, ik moet weten, wat is er aan de hand? Is dit goed? Gaat het goed? Hebben hun het goed? Ik heb het ook allemaal on hold gezet, want ik moest even tijd hebben eerst om sowieso het even te laten bezinken. Nou, heel lang verhaal. Kort gemaakt, ik had het gevoel van niet. Ik had het gevoel, het zit wel bij de blaas en deze behandelplan gaat niet goed zijn. Want deze chemo die ik dan zou hebben, zou niet naar de blaas gaan. Dus die pakte maar een heel klein gebied. Dus toen heb ik hun gezegd dat ik een andere MRI wil. Nou, was echt een heel gezeik. Ik heb nu echt ontdekt dat ziekenhuizen niet meewerken als je niet gewoon wil doen wat hun zeggen dat je moet doen. Dus het was een gevecht aangezien ik niet wilde doen wat hun mij zeiden dat ik wilde doen. Nou, uiteindelijk kreeg ik een tweede MRI, maar ook bij hun. Maar ik vertrouwde het niet meer. Ik had het gevoel dat die andere MRI niet goed was, dus ik wilde ook geen andere MRI meer doen bij hun. Dus uiteindelijk heb ik nog wel die tweede MRI gedaan bij hun, maar heb ik ook een MRI op eigen kosten gedaan in Duitsland. Allebei die uitslagen zeiden dus gewoon wat ik al dacht, wat God me al had verteld, stadium 4a kanker. Het zat wel bij de blaas. En de tumor was in plaats 5,5 centimeter, wat de eerste MRI zei, bijna 7 centimeter. 6,5 of zoiets was het. Oh, en je moest die arts zien in Duitsland toen hij de resultaten aan mij moest gaan vertellen. Zijn gezicht was zo ernstig. Hij zo, je moet hier iets aan doen. Dit is een levensbedreigende ziekte. Je zult het gewoon niet halen als je er niet nu iets aan doet. En hij liet mij ook de MRI zien. En zeg maar, hier is mijn lichaam, hier is de grens. Hij zei, als de tumor over deze grens gaat, dan ben je niet meer te helpen en dan ben je 4b. De tumor was al zo groot, hij zat letterlijk hier. Hij zat letterlijk aan de grens, dus nog ietsje verder en ik was niet meer te helpen geweest. Dus hij zei me echt van, je moet nu worden geholpen. Nou, ik had dus ook een MRI gehad, gewoon hier. Nou, en daar kwam dus ook dit uit. Dus mijn hele behandelplan moest worden veranderd. Want ik moest een chemo krijgen die door mijn hele lichaam gaat. Want anders haalt hij het niet bij de blaas en bij alle andere plekken waar het dus allemaal zit. Als ik dus gewoon klakkeloos had gedaan wat de artsen mij hadden gezegd,
had ik het gewoon niet gered. Dus godzijdank, letterlijk godzijdank. Jezus is met mij geweest. Elke stap. Hij heeft me alles laten weten. En ik heb ook gehoorzaam alles gedaan. En het was allemaal echt heel eng. Want elke stap was cruciaal. Dus het was echt belangrijk dat ik elke stap goed deed. Godzijdank heb ik het goed gedaan. En heb ik gewoon gedaan wat God mij zei. Echter, deze chemo was veel heftiger. Veel zwaarder. Ik heb er ook 2 gehad. 2 gemixt. Dus 2 chemo's. 8. Door elkaar elke 3 weken. En toen kreeg ik dus ook te horen dat hierbij wel je haar uitvalt. Voor iemand met lang, dik, krullend haar, waar ik jarenlang hard aan heb gewerkt, begrijpen jullie wel hoe erg ik dat vond. En nu hebben jullie ook gelijk een antwoord over waarom ik dus pruiken draag. Ik ben dus heel mijn haar kwijt. Het is helemaal weg. Het is helemaal. Het is footsie. En niet alleen mijn haar. Ook mijn wenkbrauwen zijn weg. Wimpers zijn ook helemaal weg. Ik ben het gewoon helaas helemaal kwijt. Ik heb het gewoon niet gehaald. Maar goed, het is wat het is. Ik heb wel prachtig nep haar. Ik heb ook heel veel reacties gehad onder mijn video over waarom ik pruiken draag. Waarom ik niet mijn echte haar laat. Nou, nu hebben jullie het antwoord. Sommige reacties waren ook vrij gemeen. Iemand zei ook gewoon echt van, doe die pruik gewoon af. Laat gewoon je echte haar. Of je pruik is afschuwelijk. Laat gewoon je echte haar. En ik las die reacties en ik had echt iets van, je had dus moeten weten, maar goed. En ik wil jullie ook eventjes meegeven om niet zo hard en gemeen te zijn. Als jij nou dit kijkt en jij hebt zo'n reactie achtergelaten, ik val je niet aan, het is oké. Je wist niet wat er was, maar je weet nooit wat er is met mensen. Dus wees gewoon altijd lief, vriendelijk, want je weet nooit waarom iemand iets doet. Maar goed, voor nu heb ik dus pruiken. Ik kan het ook wel laten zien, kijk. Echt, mijn haar is helemaal weg helaas. Maar het groeit weer terug, dus dat is fijn. Nu gaan we naar het leuke stuk. De heftige chemo's moest ik 3 keer doen. En die heb ik nou 3 keer gehad. En ik heb al de MRI-uitslag gehad. Tumor is van 6,5 centimeter verkleind naar nog maar 1,2 centimeter. Oh my gosh, echt, thank you Jesus. Dat is echt een wonder. En de arts zei ook van, dat is wel een abnormaal goed resultaat. Normaal wordt je niet zoveel kleiner. Dus echt, ik heb het ook weer te danken aan God. En nu begin ik dan aan mijn normale behandelplan met bestralingen. En ook nog wel chemo, maar een stuk minder. Ik begin hieraan over een aantal weken, 2 weken of zo, of whatever. En dat is ook weer een aantal weken. En in principe moet ik dan gewoon helemaal zijn genezen. Dus ik ben heel blij om jullie nog wel dit te kunnen vertellen. Dus ik breng ook nog wel wat goed nieuws. En mijn haar kan nou ook weer gewoon beginnen te groeien en zo. Dus ja, dat is nu de actuele status. Dus ik ben heel blij. Ik had ook nog laatst een reactie gehad van iemand die mij ook zei van, Sarah, ik snap gewoon niet hoe je het doet. Ik snap niet hoe je altijd zo vrolijk en blij gewoon blijft. Ondanks wat er allemaal aan de hand is. Ondanks whatever. En jongens, dat had gewoon niet gekund zonder God, zonder Jezus. Hij heeft mij heel deze tijd echt letterlijk gewoon gedragen. En mij vrolijk gehouden, krachtig gehouden. En hij heeft er ook voor gezorgd dat ondanks de 3 zware chemo's ik bijna geen symptomen had. En ook dat was heel uniek. Ook zei mijn arts van, het is zo uniek dat je gewoon bijna geen lasten van hebt gehad. Ik was alleen moe. Ik was vooral moe wel een week ongeveer. Maar ik had veel meer last moeten hebben. En dat heb ik ook allemaal niet gehad. Dus echt, thank the Lord. En ja, that's it. Ik denk dat mijn verhaal nu wel lang genoeg is geweest. En dit was nog de beknopte versie. Dus ik moet er nog heel eventjes doorheen. En dan is het klaar. En ik kan niet wachten, jongens. Oh my gosh. Ik ben echt klaar dat dit gewoon over is. Al een half jaar ben ik hiermee aan het handelen. En ik ben echt blij dat dat gewoon straks over is. En ook nog als laatste tip voor jullie. Als er 1 ding is waar ik echt spijt van heb, is dat ik niet eerder aan de bel heb getrokken. Als jij voelt dat er iets mis is met jouw lichaam, wat artsen ook zeggen, maakt niet uit. Blijf gaan. Blijf naar de huisarts gaan. Blijf pushen, pushen, pushen. Push gewoon een onderzoek. Het is jouw lichaam en jij voelt uiteindelijk wat er echt aan de hand is en dat er gewoon echt iets is. En dat kunnen anderen gewoon niet voelen voor jou. Dus doe dat. En ook als je in een behandelplan bent of zo, denk altijd na. Ga niet gewoon klakkeloos, maar doe wat de artsen zeggen. Want ze maken helaas af en toe een fout, zoals nou ook met mij is gebeurd. Al met al ben ik wel gewoon blij met mijn artsen en ik ben blij dat ze me hebben kunnen helpen. Maar voor mij gaat echt de grootste eer gewoon naar God. Zonder hem had ik het gewoon niet gered. Grote disclaimer, ik zeg nu absoluut niet dat je niet moet doen wat de arts jou zegt. Ik zeg alleen, als de arts jou iets zegt, denk er even goed over na. Stel vragen en als je uiteindelijk iets hebt van oké, ik voel me er goed bij, dan moet je het gewoon doen. Ik wil deze video afsluiten met, wees lief voor elkaar, steun elkaar.
elkaar. Met mij gaat ook gewoon alles echt goed. Het gaat echt prima. Maak je niet druk om mij. Het is allemaal oké. En voor nu is het gewoon weer dit. Maar ik hou jullie up to date. En wanneer ik helemaal ben genezen, zal ik het jullie zeker laten weten. Zowel op Instagram als hier. Nou, ik zie jullie weer bij de volgende video. Die is gewoon weer leuk. Die is gewoon weer een make-up. Nou, doei doei!